Hey groep 8, ik ga met jullie de taalles doornemen voor vandaag en dat is thema 5, week 3, les 12. Natuurlijk hebben jullie al je spullen voor je, dus kun je met mij meekijken. We gaan namelijk iets doen met woordenschat en waar we vandaag aan gaan werken, wat het doel van vandaag is, is dat jij, stel je komt een onbekend woord tegen in een tekst, dan ga jij leren hoe je achter de betekenis van dat woord kunt komen. En sommigen zullen denken, dan ga ik toch gewoon gelijk googlen of ik ga gelijk iemand vragen. Soms is het ook heel handig dat je eerst even zelf wat stappen doorlopen hebt voordat je dat doet. Ik ga jullie meenemen naar de les. En dan ga ik eventjes eentje terug. We gaan even beginnen met dit stukje. Dit ga je leren. En je oefent hier met de stappen 1 tot en met 5 straks van het stappenplan. En dat stappenplan dat zie je hier. En ik heb al een aantal dingetjes leuk roze gekleurd. Daar ga ik zo even wat over vertellen. Nou, de vraag is, wat doe je als je dus in een zin een onbekend woord tegenkomt? Daar hebben ze een stappenplan voor. En dat stappenplan staat dus hier, maar ook bij de paperclip. Die paperclip ga ik later met jullie doornemen, dat stukje. We gaan hem eerst even hier doorlezen. Stap 1. Stel je komt een onbekend woord tegen, dan is de eerste stap dat je gaat kijken, heb ik dit woord, wat ik nu niet snap, heb ik dit wel nodig om die tekst te begrijpen? Nou, heb je dat wel nodig, dan ga je dus natuurlijk naar stap 2. Heb je hem niet nodig, zeg je, joh, ik begrijp de tekst nu ook wel. Prima, ga je door met lezen. Maar we gaan er even naar dat je het niet weet. En dan ga je naar stap 2. Je bekijkt of het woord, wat jij niet snapt, of dat in het stukje ervoor, of het woord misschien wordt uitgelegd, of in het stukje erachter, of het daar wordt uitgelegd. Heel vaak heb je namelijk dat een woord ervoor of erachter, dat je ineens denkt, oh, dus dat is het. Nou, die dus, dat is stap 2, denk je, nou, ik weet het nog niet, ga je naar stap 3. En bij stap 3 kijk je of de betekenis, of je die kent, van stukjes van het woord. Dus bepaalde delen, soms heb je bijvoorbeeld een samenstelling, en dan weet je één deel van het woord wel. Dat helpt jou soms om het woord te begrijpen. Nou, als je de betekenis niet kent of zeg ik, nou, ik weet het alsnog niet, dan ga je naar stap 4. En stap 4 is heel handig. Je vraagt het gewoon even iemand anders. En ja, als diegene het ook niet weet, dan ga je naar stap 5. En stap 5 is zoek de betekenis op in het woordenboek. En natuurlijk Google, want jullie zitten nu als het goed is achter een device, achter een laptop of achter een computer, misschien wel je telefoon. En daar kun je natuurlijk ook opzoeken wat een woord betekent. En wat ik al zei, sommigen zullen denken, ik ga lekker gelijk naar stap 5. Soms kan het heel irritant zijn dat als je een tekst aan het lezen bent, dat je hem weg moet leggen, eerst op moet zoeken wat een woord betekent. Dus probeer deze stappen door te nemen. Misschien dat de opdrachten, dat die straks wat puzzelen zijn, dat je denkt, ik weet niet heel goed welke stap hierbij hoort. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat je aan het eind van deze les, niet dat je alles goed hebt misschien, maar wel dat je alle stappen in je hoofd hebt. Dat je precies weet, als jij dus straks in real life een onbekend woord tegenkomt, dat jij weet, hé, dat moet ik doen. Of dat kan ik doen. Nou, hier geven ze even een voorbeeld aan jou. Maar voordat ik naar het voorbeeld ga, wil ik even met jullie het stappenplan doornemen. En dan denk je, hé, dat heeft ze toch net gedaan? Ja, maar hier heb je ook nog een mooi leuk schemaatje. En sommigen vinden dat prettig om te zien. Je ziet hier de picto's. Dit is lees door. Dit is bekijk de omgeving van het woord. Dus wordt het ervoor uitgelegd of wordt het erna misschien uitgelegd. Dit is ken ik misschien delen van het woord? Ken ik daar de betekenis van? Dit is, nou, ik vraag iemand anders naar de betekenis. En dit is dat je het opzoekt in een woordenboek of dus op internet. Nou, en wat geven ze hier aan? Stap 1, ik lees het. Nou, ik begrijp de tekst ook wel zonder dat ik de betekenis van het woord weet. Nou, dan top, ga lekker doorlezen. Maar als je zegt, nee, ik snap nog steeds niet wat het betekent. Ik heb dat wel nodig voor de tekst. Ga je naar stap 2. Je bekijkt de omgeving van het woord en heb je de betekenis? Nou, top, hartstikke fijn. Maar als je zegt, nee, ik snap nu eigenlijk nog niet, het is toch niet helemaal logisch. Dan ga je dus naar stap 3. Stap 3, bekijk of je dus de betekenis kent van stukjes van de tekst, van het woord. En dat kan bijvoorbeeld bij een samenstelling zijn. Heb je de betekenis? Zet die in de zin. Klopt de zin? Is het logisch? Nou, als jij zegt, ja, het is nu echt heel logisch, ik snap het. Fijn, dan ga je doorlezen. Als je zegt, nee, ik heb hem nog niet, ik weet het echt niet, dan ga je dus naar stap 4. En stap 4, dat is dat je dus iemand anders vraagt, en ja, als diegene het ook niet weet,
Dan ga je dus lekker naar stap 5. Hier ging ik een beetje snel doorheen. Misschien vind je het fijn om hem nog even goed zelf door te lezen. En ook al ging ik er snel doorheen en denk je, wow, moet ik dat allemaal doen in mijn hoofd? Vaak in je hoofd gaat het straks iets sneller, als je eraan gewend bent. Voorbeeld. In metropolen aan de westkust van Amerika vrezen ze al jaren voor een grote aardbeving. Men hoopt vooral dat de wolkenkrabbers sterk genoeg zijn. Nou, je ziet hier het woordje metropolen. 1. Je constateert dat het woord belangrijk is. Ja, want iets met metropolen, die vrezen ergens voor. Stap 2. Moet dus door, want ik snap nog niet wat het woord betekent. Stap 2. Kan ik de betekenis van het woord ergens achterhalen? Wordt die ervoor of erna uitgelegd? Nou, niet helemaal. Kan ik het woord opdelen? Ja, dat kan. Metro en polen. Maar als ik het controleer, zie ik dat ik dus de betekenis alsnog niet kan achterhalen als ik dat doe. Dus ik ga dan naar stap 4. Ik vraag het iemand. Lukt dat niet, zoek ik het op. En dat ga je dus ook doen bij eerst proberen. Je moet straks de inleiding moet je gaan lezen. En die staat hier. Nou, hier zie je 3 woorden. En ze hebben 1 woord al voor jullie voorgedaan. Ik pak even opdracht 1 erbij. Lukt dat wat ik doe nu? Of ben ik heel moeilijk aan het doen? Ach, dat waren de antwoorden. Even kijken. Nee, ik ga hem toch gewoon eventjes hier doen. Dan zie je hier even kijken een voorbeeld. Ze hebben al, het is een van de ergste rampscenario's die je kunt bedenken. Een grote aardbeving die alles verwoest wat je hebt. Ik zie het woord rampscenario's, die is paars gekleurd. En ik moet dus die woorden volgen met het stappenplan. Nou, als je dat doet, bijvoorbeeld bij 1, schrijf je die hele zin op. Je hoeft het alleen nog maar bij 2 en 3 te doen. En je schrijft er tussen haakjes achter, als je die stappen hebt doorloopt, waar je doorlopen waar je dan bent. Ja? Dan ga je 1 maken. 1 hoort bij dit stukje. 2 hoort bij dat stukje. 3 hoort bij dit stukje. Het wordt even puzzelen voor sommigen. Het zal even dat je denkt, welke stap is het nu? Zorg dat je je stappen goed in je hoofd doet. En check voor jezelf waarvan jij denkt dat het, nou ja, welke stap het moet zijn. Succes! En de volgende stap is, als je het niet weet, kun je het ook aan mij vragen. Joe, doei!